Faris Hamouti, jullie komen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Eindhoven. Ja, uiterst teleurstellend resultaat, denk ik. Ja, zeker. Als je ziet van, dat Cambuur ook verloren heeft natuurlijk, dan is het zeker zonde vandaag. Ja. Kan je jezelf wel voor de kop slaan, want die tweede periodetitel die lag voor het grijpen. Ja, zeker. En dat is, als je ons vandaag zag spelen, aan de ene kant denk je, dat hadden we niet verdiend. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel zonde. Ja. Jij begon op de bank, daar moest je al gigantisch de smoor over in hebben. Ja, zeker. Dat is de keuze aan de trainer natuurlijk, wie die opstelt en wie niet. Ik moet gewoon zorgen als ik speel, dan moet ik er gewoon staan. Ja. Maar je mocht al snel aan de bak na het uitvallen van Balker. Ja, natuurlijk zuur voor hem, dat hij weer een blessure oploopt. Maar ik moest er snel weer staan en gewoon een wedstrijd kunnen spelen. Ja. Jullie waren veel gevaarlijker, jullie waren dreigender. Maar tot echte grote kansen leidde dat niet. Hè? Jullie konden die muur die zij hadden opgetrokken niet echt slechten. Nee, ik denk dat we aan de bal gewoon echt slecht waren vandaag. We hadden veel de bal, maar we verloren hem ook snel. De keuzes aan de bal klopten niet, we hadden geen diepte. En dan ga je gewoon achter de feiten aanlopen. En dan zie je gewoon van dat Eindhoven ook nog wat probeert. En dat je gewoon achter de bal aan moet lopen. En het is gewoon natuurlijk gewoon zuur dat we gelijk spelen. Maar meer zat er ook niet in. Ja, waar wijd je dat dan aan, die slordigheid? Ja, geen idee. Ik denk dat we gewoon niet scherp waren. We wouden de bal niet hebben. Tenminste, dat is mijn gevoel. En het is gewoon slecht. Ja. En dat in zo'n belangrijke wedstrijd, want je had gewoon mede koploper kunnen worden. Ja, zeker. Het is zeker zonde. Maar we moeten nu op naar volgende week en we moeten gewoon weer alles rechtzetten. Ja. Kregen jullie dat in het veld ook mee, dat Volendam op 0-1 was gekomen in Leeuwarden en dat er misschien nog wel een periodetitel gewonnen had kunnen worden hier? Nee, daar horen wij helemaal niks over. We zijn bezig met de wedstrijd. Die wedstrijd die was al afgelopen en jullie kregen nog 5 minuten extra tijd. Dus, We kregen er niks mee, maar binnen hoorden we het en iedereen balen natuurlijk. Nou, volgende week Jong AZ, daarna Dordrecht. Dat zijn ook de wat mindere goden, ploegen die niet heel hoog staan. Maar wat moet er dan volgende week gebeuren om een herhaling van vanavond te voorkomen? Ja, ik denk dat we gewoon elke wedstrijd gewoon 100% moeten geven. En als we dat niet doen, dan gaan we achter de feiten aanlopen. En ik denk dat we dat nu wel hebben gezien, ook Dordrecht uit toen. Dat we gewoon tegen die mindere ploegen gewoon echt moeite hebben. En dat moeten we gewoon rechtzetten en moeten we gewoon... met de volle borst vooruit gewoon doorgaan. Hoe is het met jouw toekomstplannen? Want je hebt ook een aflopend contract. Hè? Je wordt alom geroemd, multifunctionele speler. Wil je graag bij Almere blijven? Wil je bijtekenen? Of wil je hel ergens anders zoeken? Of wil je volgend jaar sowieso Eredivisie? Ja, natuurlijk wil ik een stap maken hogerop naar de Eredivisie toe. Maar ik ben hier gewoon tevreden. Ik heb het hier naar mijn plezier. En we zijn gewoon druk bezig en kijken wat het beste voor me is. Ja. Het liefst met Almere naar de Eredivisie? Ja, dat zeker. Ja.